Hallo, mijn naam is Christophe en mijn urban craft is het creëren van cocktails. Cocktailcultuur is in België in een stroomversnelling geraakt, laten we zeggen 3-4 jaar geleden. En het is ook op dat moment dat mijn interesse daar sterk is gegroeid. Eigenlijk is het meer dan enkel cocktails creëren en gaat het over het creëren van een moment. Een aantal dagen geleden zat er een jonge dame aan mijn toog en die was op zoek naar een cocktail op basis van gin op dat moment. Frisse cocktail, lichtjes zoet. En dan heb ik een French 75 aanbevolen. En die is denk ik bijzonder goed in de smaak gevallen. Een French 75 is op basis van Tanqueray gin met suikersiroop, limoensap en afgetopt met champagne. Voor mij is een cocktail in balans als de gast er zintuigelijk uithaalt wat het plan was van de barman bij het creëren van de cocktail. Dan is voor mij een cocktail in balans. Palm gaf mij de gelegenheid om mijn urban craft uit te leggen. En uiteraard heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om palm te gebruiken in een cocktail. Daarvoor heb ik een palmsiroop gemaakt. En heb ik eigenlijk een twist gemaakt op een heel klassieke cocktail, op een Manhattan. Om de palm goed naar voren te brengen, heb ik gekozen voor een zachtere spirit. Een bruine rum, Zacapa, in plaats van een bourbon. En als garnish heb ik gekozen voor een schuim van palm. Het is een interessant concept, omdat het eruit ziet als een biertje en omdat het geschonken wordt in een bierdegustatieglas van Palm Breweries. Maar het is eigenlijk geen bier. Het is eigenlijk een cocktail die eruit ziet als een bier. Ik moet zeggen dat ik hem al verschillende keren heb geserveerd en er alleen maar positieve reacties op komen.